Ja, en toen was het weer mis. Ja, bij NAC, vrienden. Ja, ja, je kon erop wachten natuurlijk. Maar goed, ik vond de reacties een beetje flauw. Zo van, ja, die scheidsrechter die had dat niet moeten doen. Of de KNVB kreeg de schuld. Nee. Nee. Het is zoals vroeger, vrienden. Ja, als mijn moeder dan zei, als je het nou nog één keer doet... Nog één keer doet, zei ze dan. En dan keek ze maar heel indringend aan, hè. Dan ga je naar je kamer. Dan ga je naar boven en dan kom je de hele avond niet meer beneden. Ja. En dan deed ik het nog een keer. En hup. En dan was ik aan de beurt. En dan zat ik op mijn kamertje. Ja. En dan wist ik gewoon van ja, dat had ik beter dus niet kunnen doen. En dat is dit ook. Ze zijn gewaarschuwd. Ze wisten het van tevoren. Toch doen. Huppatee. Eén keer gooien, twee keer gooien, wedstrijd gestaakt. En dat is het dan. Ja. En dan denk je bij jezelf, ja, komt dit ooit nog goed? Ja, want het is nooit een enkeling, hè? Nee, het is er niet één. Dat zegt iedereen altijd. Zo van, ja, er is altijd maar één halve garen tussen. Nee, want als je kijkt naar wat er allemaal gegooid wordt... en hoeveel dat er zijn qua aanstekers... dat is er niet één, dat zijn er tientallen... Zijn dat er? Ja, en er is ook niet eentje die zo'n liedje begint over Hamas. Nee, dat zijn er meerdere die zingen, veel meer. En dan denk je bij jezelf, ja, komt dat ooit nog goed? Maar ja, want ik denk bij mezelf, ja, ik wil graag zo'n stadion vol met alleen maar liefhebbers. Met mensen die zich vermaken, die houden van een mooie voetbalactie. Die genieten van een prachtige paas. Die helemaal in extase raken van een schitterende goal. Dat wil je zien. Zo moet het worden, zoals bij Feyenoord heel even weer. Tegen Roma, wat een geweldige sfeer weer in die Kuip. En nou bij NAC, ja, wat ook natuurlijk een prachtige club is. Ja, dan gaat het dus weer mis. Ja, maar er gloorde hoop. Vrienden, ja, want ik heb het steeds gezegd. De supporters moeten met een hoge drukspuit heel snel doen aan het zelfreinigen. Ja, het zelfreinigend vermogen, vrienden. Dat moet even worden aangesproken. Ja, en wat zagen we? De ene kant van het stadion daar in Breda, die ging het tekeer tegen die lui die gegooid hadden, ja. En ineens kwam het los. Toch werd iedereen, ja. En toen zagen we die sociale controle. En ze schreeuwden met z'n allen. Schaam je kapot, schaam je kapot, schaam je, schaam je, schaam je kapot. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, zie je. Dan gaat het toch goed komen. Het gaat misschien nog een paar wedstrijden gaat het gebeuren en dan gaat het nog een paar keer mis. En dan uiteindelijk komt het goed, ja. Net als in Spanje hier en in Engeland, waar je gewoon naar voetbal kan kijken. In Nederland hebben we iets te lang weggekeken. En dat moet nu even worden hersteld en ingehaald worden. Nou goed, en dat gaat nu gebeuren. En ook bij NAC, dat weet ik zeker. Ja, die hebben hier ook heel erg hard hun lesje geleerd. En daar gaat het ook weer goed komen. In Breda, dat weet ik zeker. En dan gaan ze daar binnenkort ook weer zingen. Ja, de wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC.